Ik ga het maar doen. Sushi! Hi. Oh my god. Ik ben met Emmy. Of course. Because. Oké, we eten sushi. Ja. Ze is nu alles aan het uithalen. We hebben echt kapot veel. En we gaan een mukbang opnemen. En ik heb er echt zin in. Het is 8:30 en I'm dying. Dus, en Sico is hier. En hij is ook. Het is gelekt. Echt. Ja. Maar alleen die zeewiersalade. Oh. Ja, daar zijn jullie blij mee, hè? Oh. Ja, alles is fucking ranzig. Ik probeer niet te kutten. Oh. Thank you. Are you ready? Ja. Oh! Het kan vast eentje eten, ja, want ik kan niet meer. Eet. Jongens, ik heb zo van 8:30. Ik eet normaal om 6:00. Eet smakelijk! Eet smakelijk! Oh, welke heb je genomen? Kelly? Ik ben begonnen met simpel. Goed. Oké, we zijn er. Kort samenvatting. We got... Nigiri tamago, toch? Ja. Rainbow? Nee, Rainbow. California, Godzilla roll, Boston roll. Kappa maki, zeebiersalade. Houston, is makkelijk. Sorry. We moeten echt eerst even eten en dan even... Het is namelijk echt 9:30. 9. 9:30, gelukkig. Zie je? Precies een mes. Aan mijn mes. Everyone's mes. Maar we hebben al minstens 4 uur of zo. En we wilden eten bestellen en je weet hoe dat gaat als je dan vanuit je werk komt. Pak me niet, paniek. En bijna een stik bedoel ik. Ik had water. Ging gewoon niet goed. Oké, nu gaan we even tranquilo. Nog een rijst zo. Yakitori is er. Ik heb op Instagram natuurlijk gevraagd of jullie vragen achter wilden laten. Dus hier gaan we beantwoorden. Als je nog niet volgt op Instagram... Check it here. En volg ook een meegelijk op Instagram. Poes. Hi Poes. Is zo. Ja. Laat hem de deur naar huis vallen. Zou jullie later moeder willen worden? Dat is eigenlijk de vraag. Ja. En waarom? Als ik zeg, ja, waarom dan? Nee, als ik moeder mag worden, dan zou ik echt super gelukkig worden. Ik ook. Maar ja, moet ik wel een guy eerst vinden, hè? Want anders gaat het niet worden natuurlijk. Kom goed. Kom goed. Maar, zit dit aan een... Ja, oké. Okay. Ik ga het gewoon even als een soort kanin. Gaat het? Zo lekker. Ja, heel graag zou ik me willen horen. Lijkt me echt de best. Ja. Maar ik had het er gisteren toevallig met Marloes over. Dat kan ook zo heftig zijn. Dat is heel life changing. Als je 2 seconden even niet weet waar je kind is. Ja. Of dan gaat het met je kind gebeuren. Yep. Je kind valt. Yep. Of, ja. Dat is onbeschrijfelijk wat je dan waarschijnlijk gaat voelen. Dat denk ik. En ook zwangerschap. Kan je voor dat hier dan iets in zit? Mijn beste vriendin, hè? Nu zwanger. Ja, dat is bizar. Dus, ja. Lekker, hè? Ja. Oké, zijn jullie erg verslaafd aan? Love jullie video's. Thank you, ze lief. Waar zijn jullie verslaafd aan? Ja, sushi. Ja, ik eet dit wel echt te vaak. Ja, ik niet zo. Waar ben ik verslaafd aan? Ik kan wel dom doen. Ik ben gewoon verslaafd aan mijn telefoon. Ja. Ben ik echt wel. Ja, ik ook. Maar meer... Misschien iets anders. Zeg maar. Nou, ik heb verder geen verslaving of zo. Ik ook niet. Nee. Ik ook niet. Maar vroeger was ik echt verslaafd aan eyeliner. Ik heb nu niet eens eyeliner op. Maar vind je dat een verslaving? Of vond je gewoon dat je het super graag droeg? Ja, oké. Okay. Maar misschien neem ik dag. Geen dag dat ik geen eyeliner droeg. Maar ik neem het woord misschien ook te serieus. Het is echt lekker. Ja. Gelukkig van worden dit hoor. Ik word ook echt heel gelukkig van eten. Ik ook. Ja. Echt hè. Als je een topsport zou zijn, in welke sport zou je dan heel goed willen zijn? Oeh. Nou, ik zou heel graag goed willen zijn in over zo'n lat en dan springen. Want dat kon ik vroeger omdat ik te klein was. Nee, synchroon zwemmen. Dat zou wel echt cool. Of, nee! Van een duikplank. En dan salto's kunnen zo, dat durf ik echt niet. Dat lijkt me wel echt cool. Springen. Ja. Jij? Topsport. Of schaatsen. Oh. Nou, ik vind een teamsport altijd heel leuk. Dat heb ik altijd gedaan. Dus, of hockey of voetbal vind ik leuk. Oké. Okay.
Snowboarden zou ik ook, want ik ben een snowboarder ook. Mm-hmm. Zou ook wel echt heel goed in willen zijn. Ja. Denk zoiets. Ja. Cool. Ja man. Leuk gesprek hè dit. Ja. Heb je eigenlijk een sport gedaan waarbij je echt dacht van, yo, I'm done, dit kan van kut. Nee, want ik heb altijd gedanst. Gewoon alleen gedanst, sir. Ik heb echt geen enkele sport gedaan, behalve gedanst. Mm. Ja, ik heb, even denken, vanaf mijn 8e tot 18 studies in hip-hop gedaan. En 2 jaar ballet. Er tussendoor. Cool. Ja, maar dat was heel zwaar. Ik denk dat ik dat echt nooit meer zou willen doen. Ik vond het echt... Ik vond het ook niet leuk. Ja, respect dan ook. Ja, het is zo zwaar. Echt respect voor mensen die dat echt die hard gewoon doen. Ja. En een paard geleden. Ja. Echt? Zwarte periode in mijn leven. Ja, en ik ben heel bang daardoor door paarden geworden. Ja, dat snap ik. Ik heb een keer een paard. Ging borstelen, want ik vond paarden ook nog wel leuk. En toen gaf hij me zo'n stoot. Oh. Nee. En sindsdien ben ik boven paarden. Nee, ik heb onder een paard gelegen. Toen was ik helemaal klaar. Oh my god. Ja, maar dat was eigenlijk wel... Paarden zijn eigenlijk hele lieve beesten, moet ik ze niet noemen. Dieren gewoon. Ja. En ik was gevallen. Oké. Okay. Omdat er... Ja, ze had het kleinste huisje op het grootste paard gezet. En toen ging ze gillen en toen ging de bak. Dus alle paarden waren te ontsporen. Echt als een gek. Allemaal. En ik viel er gewoon vanaf. Oh my god. En er is een paard, die ging zeg maar op me staan. Maar, oh mijn god. Het paard voelde eigenlijk dat hij op mij stond en ging er echt direct weer af. Dus ik heb er bijna niks van gevoeld. Maar gewoon, je merkte gewoon dat het paard ook gewoon niet pijn wilde doen of zo. Ja, ik kan niet uitleggen. Ik snap wat je bedoelt, maar het is gewoon schrikken. En meestal als die zo groot zijn, dan denk je... Anyways, heb jij nog een vraag? Ik zag ook eentje, wat willen jullie samen nog bereiken? Oh ja. Ik ga even sojasaus pakken. Ik denk maar over na. Wat willen we samen nog bereiken? Ja. Dat is echt, ik wil, ja, ik weet niet. Ik weet wel een beetje. Zeg maar, wij willen altijd al iets samen maken of doen. Maar we weten nog steeds niet echt, zeg maar, wat precies. Maar er komt echt nog wel iets of zo. Ja, maar dat komt, kijk, wat het namelijk is dat wij kunnen op een of andere manier, niet rare manier, maar op een of andere manier kunnen we echt vet goed samenwerken. En dan moeten we gewoon... We zijn echt goed team. De meeste kwaliteit en ik. En het samen. Het gaat gewoon echt... Team power. Ja. Maar dus... Het komt echt nog wel inderdaad. Wat Roos zegt. Maar dus dat is wel iets wat ik voor ons zou willen bereiken. Dat we vinden wat we zouden willen doen. Want we hebben over heel veel dingen nagedacht. wij zijn wel echt... Zeg maar niet impulsief. We zijn wel heel spontaan. En van... We worden heel blij. Als enthousiast zijn. Heel enthousiast van dingen. En dan gaan we van, oké, gaan dat doen. En dan denk ik van, oké, misschien moeten we even rustig gaan, hè. Rustig. En ik zou het echt cool vinden als we allebei 100.000 zouden hebben. Op YouTube. Ja. Want dat is het ook. Wij helpen elkaar echt heel erg. Ja. En dat is ook gewoon leuk. Ik heb nog wel. Oh. Oh, de gaat ze. Wat. Oh. Oh. Ben je mee te horen? Wat is het laatste ding wat je hebt gekocht? Camera. Nee, wij hebben wijn en chips gekocht. Wat heb ik voor het laatst? Nu weer klein. Oh, en jij? Nee, jij zit niet. Ja. Kijk even. Kleding, wat is je laatste kledingstuk wat je hebt gekocht? Zelf niet gekregen. Want we hebben allebei kleren van Conrad Fashion. Ik zag ze nu. Ja. Ik zou niet eens weten. Ik weet niet eens wat ik heb gehad. Ik ook niet. Ik had laatst een comment gekregen trouwens. Oh. Ja. Van, ik had een shoplog met allemaal spullen die ik heb gekregen. Mm-hmm. Toen had een dame gezegd, gereageerd. Want ik zei, hey, ik heb eindelijk weer eens een shoplog. Want het was al 1,5 maand geleden dat ik een shoplog had. Ja. Zo. Ja, dat is het kleed. God. Ja, ik wil hem eruit hebben. Helemaal laag. Dat is echt naar. Maar toen zei zij van, weer een shoplog. Meid, het draait bij jou alleen maar om consumeren en meer. Ziekelijk! Maar luister. Consumeren? Wie zegt dat? Ja. Bitches. Nee. Maar gewoon. Van ja, ik snap dat het makkelijk is om mensen te beoordelen op een paar films die je ziet. Maar mij ziekelijk noemen vind ik wel een beetje jammer. Ja. Maar kijk, er zijn zoveel YouTubers die elke shoplog, dag. Shoplog. Ja, alleen maar. Wanneer is je laatst 1,5 maand geleden? Ja, de 1,5 maand. Dat is niet lang. Of dat is lang. Ja. En ik heb het niet eens zelf gekocht, zeg maar. Nee. En ik snap, ja. Ik snap dat niet echt de intentie is van haar opmerking dat ik het niet zelf gekocht heb, dat weet ik. Maar ik had wel echt zoiets van.
Girl. Als ik me niet was aangeboden. Nee, maar als het me niet aangeboden was, had ik het allemaal niet gekocht. Bijvoorbeeld had ik veel dingen niet gekocht. Wel willen hebben of misschien toch overgaan tot consumptie. Maar is het consumptie? Dat is eten toch? Ja. Weet je wat je moet doen? Aanschaffen. Reageer op haatcomments. Nee, wat nog? Wat? Ga ik doen met Leonie? In ASMR. Wilde zij op de kanaal doen? I'm good, ik vind dat wel leuk hoor. Ik ga het echt niet kijken. Maar ik krijg niet, maar niet uit. Ik ga het niet kijken. Ik kijk ook niet. Oké, top. Zij heeft laatst ook ASMR en ik heb hem wel aangezet en toen dacht ik echt... Ja, ik heb Leo, als je dit ziet, ik heb 10 seconden. We love you, maar ik heb 10 seconden en ik kon niet meer. Ik kreeg kriebels op mijn rug en ik zo, Leo, I'm sorry, maar I can't. Dus ik heb het gelaten. Maar weet je wat ik het ergste dan vind? Als het dan stil is en hoor je die... Dat fake zo. Tapping vind ik wel, vind ik ook best wel... Ja, maar dat vind ik best wel... Of papiertjes zo. Ja. Dat is best wel lekker. Wat is je lievelingseten? Nou, en meer gaat niet antwoorden. Wat weet jij wat mijn lievelingseten is? Volgens ja, een van mijn... Nog eentje, wat ik altijd noem eigenlijk. Nee, nog 3 dingen eigenlijk. Nee, het is meer een gerecht, maar ik heb het over gerechten. Ja, jij vindt nou bijvoorbeeld pasta bolognese heel lekker, maar hoe doe je dat? Mm. Oh, oké. Chicken wraps. Zelf gemaakt. Mm-hmm. Surinaams, maar dan bijvoorbeeld bami met kip. En in Frans, entrecote met Franse frietjes. Entrecote is gewoon lekker. Ja. I'm so sorry. Je bent echt ranzig. Nee, maar dan, weet je, dan heb je te snel gegeten, heb je veel lucht. Exactly. Oké. Ja, dat is het hoor, niet iets anders. Is het heel stressvol om op jezelf te wonen? Nee. Het is niet stressvol, je moet er aan wennen. Het eerste jaar denk je wel echt, oh mijn god, ik moet alles doen. Boodschappen, was, als, maar op een gegeven moment ben je eraan. En soms denk ik echt, weet je wel, alles bij je ouders, of bij je moeder, of bij je vader. Alles is er, weet je wel, vuilniszak of zo. En nu moet je daar opeens aan denken, weet je wel. Het enige wat ik niet leuk vind, is bedenken wat ik ga eten elke dag. En wat ik ga koken. Want dat is echt, je weet toch dat je moeder altijd vraagt van... Wat wil je eten? Wat wil je eten? Wat wil je? Dan denk je, oh my god, mama, verzin zelf, weet je wel. Maar... Nu begrijp je van... Ja. Nee, I feel her. Dus het is niet stressvol, maar het is wel wennen. Kijk, ik was uit huis op mijn... 14. Nee, ik ging heel vroeg weg uit mijn ouderlijk huis. Ja. Maar als ik dus alleen ben, kan ik dus wel heel makkelijk bedenken wat ik wil gaan eten. Ik ook. Eet ik met mijn vriend, dan is het altijd, waar heb je zin in? Dit. Nee, vind ik niet lekker. Ik heb zin in dit. Nee, heb ik geen zin in. Ja. Oh, ook als je gewoon inderdaad even geen idee hebt, dat de ander zegt, ja, bedenk jij maar. Dan denk ik, ik vraag het toch aan jou? Maar om je gerust te stellen is niet stressvol. Nee, het is gewoon wennen. Nee, meestal wat het eigenlijk is dat je jezelf een beetje gek maakt. Maar doe gewoon relax, zeg maar. Gewoon, zie het gewoon van dag tot dag aan. Ja. Je bent, als je vuilniszakken vergeet, dan vergeet je het de volgende keer niet meer op zo'n manier dan, zeg maar. Exactly. Weet je wel? Het is gewoon juist leuk om van je eigen te leren. En je gaat jezelf zo leren kennen. Je haalt de woorden, want je leert jezelf echt kennen. En het is ook echt goed om alleen te zijn. Het is niet goed om altijd met iemand te zijn. Altijd met iemand. Je bent er dankbaar voor. Ja, je moet voelen hoe het alleen is, zeg maar. Om op jezelf echt te wonen. Ja. Waar zou je nog willen wonen? Haha, behalve Parijs, hoor. Nee. Waar zou je nog willen wonen op de wereld, behalve Parijs, hoor? Ik ga naar Spanje wonen. Amerika zou ik ook nog willen wonen. En een land wat me op dat moment trekt, denk ik. Waar zou ik echt nog graag willen wonen? Parijs. Frankrijk. Dat mag niet. Nou, Parijs mag niet, Frankrijk wel. Oh! 2 minuten buiten Parijs, wat op! Nu merk je mij dat ik echt een slechte persoon ben. Ik doe, what up? Was, awkward. Ik had haar in mijn mond. Wat? Ik had een haar in mijn mond. Ik dacht dat je een soort kreet deed van, go hard. Go hard of go hard. Westside, haar in mijn bek, yo! Oh, god. Dat zeg ik nu door jou. God. Zie, dat is geïnfluenced. Eerste keer dat... eerste keer dat ik zo... God, sorry. Hey, Romane, zij ziek ook. Is normaal. Oh mijn god, ik heb een heel best... Ik zie het. Maar dit lukt niet meer, hoor. Gaat goed, hè, Romane?
Oké, maar ik heb sowieso ook een woord voor jou. Wat dan? We hebben sowieso altijd woorden of zinnen die we dan samen zeggen of zo. Ja, wat wij heel vaak hebben is dat we dingen tegelijkertijd zeggen. Ja, dat ook. Want we vandaag ook alweer een paar. Toen dacht ik wel, oh, we zijn weer samen hoor. Toen waren we net weer samen en toen was het ook met Pablo. Pablo! Pablo is geweldig! Waar is Pablo? Pablo? Hey! Waar is Pablo? We waren in de Mediamarkt en ik moest een lens, moest iets kopen van een cameraafdeling. En ik vroeg aan iemand iets en die was niet van de cameraafdeling. Dus ik ga wel iemand vragen. En toen zei hij zo, Pablo, is Pablo nog wel? Dus wij gingen helemaal denken, oh Pablo, hoe ziet het eruit? Is hij getint? Is hij bruin eruit? Is hij blond? Helemaal blij. En toen kwam Pablo niet. Pablo was gone. Dus wij zoiets van, yo Pablo, what's good? Ja, waar blijf je dan? Dus we hadden gewoon een paar keer... Ik denk dat het niet zo grappig is. Jawel. Dus toen hadden we gewoon een paar keer, Pablo, Pablo, ben jij Pablo? En toen kwam opeens een vrouw tegen iemand die er werkt. Ze zoeken Pablo. Kan je even kijken of er in het magazijn is? Maar dat is blijkbaar iemand die heeft gewerkt. Die heeft gewerkt, ja. Dus ik was zo... Hij zei, dat is Pablo. Ja, toen kwam Pablo aanlopen. Maar toen waren ze opeens met z'n drieën. Dus drie werknemers van de Mediamarkt. En toen... zei die eerste guy, die zei, dit is Pablo. Dus toen zei ik, ja, Pablo is te laat. We hebben het nu al. Want we hadden het ook echt zo. Dus Pablo zei, ja, sorry, ik ben er nu. Ja, Pablo, we hebben het niet. Je had ons moeten zien. Nou, wij zijn echt, wij zijn gewoon zo. Ja, maar meestal begint het met iets. Dan doe ik iets en dan zegt er al, oh, oh. Maar daarna wordt het wel, meestal gaat, ja, omdat we gewoon, we vinden alles gewoon op boeien, weet je wel. Ja, we kunnen altijd wel een praatje met iemand maken. Ja, maar het begint altijd een beetje stom. En dat jij denkt, oh, maar ik snap nooit waarom mee. Ja, dat sommige dingen zegt tegen een random persoon die ze niet kent. Ja, ik zal altijd ze zegt dus tegen die guy. Oh my god. Mediamarkt, part 2. Wij moeten echt storytime doen. En je bent hier dan? Ah, de wang. Dan schoot ik mijn eten eruit. Dan. Ik kwam naar iemand toe lopen die er werkte. En zei ik, mag het vragen? Maar hij stond met zijn rug naar me toe. Dus hij zei, oh ja. Dus hij zei, u wel. En toen keek hij om en toen zag hij me. Dus ik zei, oh, je zag me niet eens. Met ik wel. Dus toen zei ik, oh, lekker ingestudeerd. Kom er gewoon een beetje uit. Want hij, maar niet onaardig bedoeld. Ik moest gewoon een beetje lachen. En hij ook van, nee, ik had je nou dan niet gezien. Ik zei, nou, lekker ingestudeerd, pik. Weet je, gewoon, haha. En toen liepen we terug naar de... Je had echt bij moeten zijn, het is echt zo leem. Oké, laat in de comments even achter of je echt in de... Of je kijkt van... praten zijn, of dat je ook moet lachen. Eerlijk zijn. In ieder geval, ze zat dus te lullen met die guy. En ik zat daar maar te wachten. En opeens komt ze aanlopen. Met die guy. Het duurde 3 seconden. Oh, maar toch. Ik wacht wel. Ik wil altijd goed overdrijven. Maar... Ze kijkt hem het aan. Nee, maar hij was beter dan praten. Ja. Gewoon. En toen zat op een bepaalde manier. Ja, en ik zat echt te luisteren naar hem. En ik kan er niks aan doen. Dingen. Ja, het vloept eruit. Het vloept eruit. Maar je dacht wel, nou, want je keek hem echt aan van hoe praat hij? Je kon niet plaatsen. Je kon niet plaatsen. Nee, same. En toen zei ik tegen hem van. Maar je moet hem even nadoen. Dus ik zei. Ik ben jou. Oh ja. Weet je nou? Jullie praten toch een beetje? Ja, maar ik moet even. Ik kan het even niet nadoen. Jij kan het beter nadoen in de winkel. Nou, zeker weten, meneer en mevrouw. Nee, wat, het was iets... Ja, je... Oh, wat een heugelijke dag. U heeft een camera die u wilt kopen. Heeft u zo'n camera? Of wilt u een andere camera? En toen zat ik echt zo... Ik zat op een gegeven moment dat ik zo... Wat praat jij apart? Weet je, en ze zei, ja, kak, maar het was een soort nee, van... ik bedoel, ik zei eerst zei corporate, want hij zei, noemde me de hele tijd u, en het was helemaal alsof ik royalty zo. Was. Ja, sir. Het hoorde niet. Nee, kijk, als ik nou ga eten bij de Dutchess, of is de Dutch iets heftigs? Ik weet niet, maar gewoon bij iets, iets chiques. Hij was heel... Is het geplaatst? Ja, het was helemaal alsof hij zweefde. En hallo, welkom bij de media, maar mevrouw, your highness. Maar, dus ik had... Dus op een gegeven moment zei ik van, ja, waarom praat jij zo? Wat is dat? Zo corporate. En, ja, vaker. En toen zei hij ook zo van, ja, nou, dat hoor ik wel vaak. Maar toen dacht ik, oh, kut. Zometeen denkt hij dat ik het kut bedoel. Ja, dat is echt niet negatief. Nee, maar ik heb dat ook uitgelegd. Ja. Ik zei ook tegen hem van... nee, toen zei hij iets van, hij bood zijn excuses aan. Dus ik zei... Ah, oh, liefje. Oh my god, de man. Hij bood zijn excuses dus aan. En toen zei ik van, nee, je moet niet je excuus aanbieden. Daar gaat het niet om. Kijk, als ik... En toen zei hij iets van,
Oh ja, en toen zei hij, nou, u zal niet de eerste zijn die erover valt. Dus ik zeg, nou, als iemand erover valt, ligt het aan die persoon en niet aan jou. Dus niet changen, weet je wel. Het is gewoon, do you. Maar ik dacht gewoon even, waarom doe je zo? Want je kan zo zijn, maar je kan ook echt faken. Ja, denk je dat het echt was? Nee. Nee? Nee. Hij praat ook tegen zijn collega's. Wel wat minder. Ja? En hij sloot ook af met je daarna. Nee, ja, maar ze wel, tot ziens. Fijne avond. Hallo. Maar ja, zeker, u wilt een camera. Anyways, het verhaal is veel te lang. Ja, maar dus dat soort situaties komen wel vaker voor dat ik dingen zeg. En Mee zegt het dan gewoon. Ik wilde het ook zeggen. Ik keek hem echt aan en ik dacht echt, is you okay? Ja. Weet je wat ik zin heb? Wijn. Oké, okay, dat bedoelen we nou. Yeah, kijk eens. Waarop we wel eens in situaties komen dat ik mijn mond open doe en dat Ro zegt, goh, maar Ro die doet dan net zo leuk mee. Ja. Het is gewoon echt heel gezellig, want we zijn gewoon oprecht geïnteresseerd in mensen. Ja, gewoon dat is dingen het weten. Ja. Ja, maar het is gewoon aan het begin. Ja, het hoeft niet, snap je? Maar het is gewoon, nee, je hoeft in de weg, zag er al aankomen. Oh. Die heb je wat. Alsof je koude kip te eten, hè? Oh, lekker. Nou, het is heel lekker. Ik weet het, het is echt lekker. Schipperdij en ja, die saus. Lekker. Vorige mukbang hebben we ook wel een beetje ook echt tips gegeven en zo. En praat gewoon verder. Hebben ook wel wat tips gegeven. En gewoon, net als ook, dat is iets wat wij altijd doen. Hetzelfde met die vraag van, is het stressen om alleen te wonen? Wij geven een soort van advies. Advies doen. Terwijl dat is helemaal niet de vraag. Nee. Dus sorry. Maar het is gewoon bedoeld. Zo zijn wij. Gewoon. Ja, maar niet belerend of zo. Nee, nee. Gewoon good leuk bedoeld. Good, ja. Goodwill. Ja. Weet je, het is gewoon als je zoveel hebt meegemaakt in het leven. Als je gewoon zoveel kennis hebt geschaard. Moet je dat gewoon delen. Ik heb wel inderdaad van, maar omdat wij dingen hebben meegemaakt. En misschien heb jij het nog niet meegemaakt. Dan denk ik wel van, ik zou het zo, maar daarom wil ik het zo graag vertellen, weet je wel, van, can you please not? I'm kidding. Bijvoorbeeld dat van uit huis, we zijn allebei al, ik woon al bijna 4 jaar op mezelf, al heel lang. Ja, ik vond ook, ik was ook bang, heel eventjes, weet je, ik moest uit huis, omdat mijn school natuurlijk in Rotterdam was en ik wilde niet zo lang reizen. Ja. Dus ja, ik was best wel bang. Maar ik dacht, ja. Oh my God, ik dacht, ja, I can't do this, because ik was al super zelfstandig en mijn moeder was ook niet vaak thuis. Maar alsnog, het is wel een big step of zo. Dus daarom wil ik zeggen, niet stressen, want het komt sowieso goed. Alles komt goed. Either uiteindelijk. Way. Ja. Uiteindelijk komt alles goed. En alles gebeurt voor een reden. Dat ook. Alles. Ook als je denkt, fuck what you ermee helemaal niet. Ja, als soms denk je ook echt, soms denk je echt, waarom overkom bij dit? Bijvoorbeeld dat wij allebei single waren geworden. Door onze exes. Die hebben dat bedacht. Heel grappig, jongen. Sorry. We waren fucking heartbroken. Heartbroken. Nog steeds. Nee, ik gelukkig niet meer. Maar nee, ik wel. Maar it happens for a freaking reason. Ja. Hoe je het went of keert, hoe jij je ook nog voelt, je weet. It happens for a reason. Het moet gewoon zo, ik denk heel de tijd, het moet gewoon zo zijn. Ik het moet is iets ook gewoon zo. Leren, er komt iets anders op mijn pad. Ik heb ook echt soms tegen mee gezegd van, oh my God, dit komt echt never goed. En het is altijd goed gekomen. Dus heb jij ook al, omdat ze mij heeft. Onder andere, kom op. Nee, maar alles is goed gekomen. Dus, nou, dat is eigenlijk een video, denk ik. Een goede boodschap weer. Ja, lekker afsluitend. Ja. Heb jij nog een zeg maar, soort van echt een levensmotto waar je echt denkt van, hier sta ik voor hier. Trouwens, dat wil ik nog even zeggen. Video's van Ro, die hier een beetje op aansluiten. En waarvan ik vind dat er echt 80 miljard views op mogen komen, omdat er mensen echt geholpen mee kunnen zijn, zijn de gewoon de real talk video's. It's okay not to be okay. Ook vind ik trouwens ook de de-stress routine. Ja, mensen ik hebben dat echt nodig. Ik ook. Denk dat mensen het wel even geholpen, ja. Ja. En die ene video met wit aan. Nee, dat was oké, net wie weer wit en geel. Ja. Maar die andere, die ertussen. Ja, kut. Oh, dat de mening van anderen die moet boeien. Die was echt goed. Die is ook al goed bekeken. Die mag meer bekeken worden. Ja. Ik vind ook gewoon dat mensen het met anderen moeten delen. Omdat, je hoeft me niet te volgen, omdat, snap je? Soms heb je dat gewoon nodig. En daardoor heb ik het ook gemaakt. Ja, dat iemand, een buitenstaander, dat ook zegt. Ja. Nou, ik denk dat het echt belangrijk is. Maar soms is een buitenstaander gewoon,
zoveel chiller nog. Ja, omdat je denkt van, oh oké, weet je wel. Hoe goed je vriendinnen ook zijn en hoeveel familie je eraan hebt. Maar soms is dat gewoon chill om van een tot complete stranger te horen. It's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Exactly. Bedankt voor het kijken. Als je tot hier bent gekomen. Kan je voorstellen dat we zometeen wijn gaan drinken? Oeh, nee. Gaan we toch doen? Oké, jongens. Ik bedank jullie erg voor het kijken. En als je het leuk vond, doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en op Emily's kanaal. En dan zien wij jullie snel weer. Ciao, las mijn ballen. Jezus. Oké. Oké, ik ben gewoon weg, jongens. Are you?